Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Vanmiddag is het bewolkt boven Nederland en op sommige plaatsen valt ook een beetje motsneeuw. En op sommige plaatsen valt zelfs zoveel motsneeuw dat het een beetje wit aan het worden is. Die motsneeuw trekt dan geleidelijk aan naar het noorden, uh, dan neemt het iets in intensiteit toe. En in het noorden van het land zal die motsneeuw uiteindelijk wat intensiever zijn, waardoor het op, de op veel plaatsen in het noorden toch een beetje wit kan worden. En de automobilisten zullen dan ook rekening moeten houden met wat gladheid. In het zuiden en midden van het land kan misschien een enkele opklaring voorkomen, maar al snel neemt opnieuw de bewolking van het zuiden uit verder toe, op nadering van een volgende storing, waarbij met name in morgen in het midden en zuiden van het land wat sneeuw kan gevallen. Al die neerslag hebben we te danken aan een laagje die momenteel boven Frankrijk ligt. Aan de grond zien we eigenlijk weinig van het lage drukgebied terug, maar op grotere hoogte zorgt een bel van koude lucht voor al die neerslag en bewolking. En dat trekt dan in de loop van het weekend geleidelijk aan over Nederland heen. Als ik de boel in beweging zet dan is te zien dat alles mooi om het hoogtelaagje heen draait. Dan moet ik natuurlijk wel de animatie starten. Dat hoogtelaagje trekt dan onze kant op en zorgt dan met name morgen en in de nacht naar zondag voor neerslag. En trekt uiteindelijk zondag in de loop van de dag weg. Dat is goed te zien als ik de modelverwachting in animatie zet. Dus al vanavond de eerste neerslag in het noorden van het land. Met daar lokaal al een beetje sneeuwval. Met name de motsneeuw. Maar wanneer ik de animatie verder loop, dan is het te zien dat in de, loop, in de loop van de nacht vanuit het zuiden opnieuw wat neerslag onze kant op komt. En dat kan met name in de strook over het midden en zuiden van het land voor sneeuw gaan zorgen. En mogelijk dat op de plaatsen waar de meeste sneeuw valt, misschien een sneeuwdek ontstaat van 2 tot misschien wel 5 centimeter. En die grootste hoeveelheden die verwacht ik dan op de plaatsen die het hoogste leger zijn, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse heuvelrug of de Veluwe. Uiteindelijk trekt die neerslag in de loop van de zaterdag weg, of het uiteindelijk overal droog wordt, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar wat ik wel durf te zeggen is dat uiteindelijk in de late avond en in de nacht naar zondag een nieuw gebied met neerslag ons land bereikt. En hier zien we dan meer de blauwe kleuren van de neerslag, maar ook de blauwe kleuren op de grond van de temperatuur. En die blauwe kleuren van de temperatuur en die neerslag van de blauwe kleuren. Dat betekent dat de neerslag in verschillende vormen kan gaan vallen. Op de grens en met name in, op de plaatsen waar het gewoon koud is, verwacht ik gewoon sneeuw. Op andere plaatsen kan er misschien wat natte sneeuw, of waarschijnlijk kan er ook misschien een beetje ijzel gaan vallen, waardoor het zeer lokaal dus heel erg glad kan gaan worden. En aan de zachte kant van die neerslag, daar valt gewoon regen en de sneeuwdek wat dan is ontstaan, dat zal dan uiteindelijk te niet worden gedaan door de regen die er overheen valt. Want in de nacht naar zondag verwacht ik in het zuiden van het land eigenlijk niet eens wat vorst. Dat trekt dan uiteindelijk zondag in de loop van de ochtend weg, waarna het uiteindelijk vanuit het oosten breed opklaart, en dat misschien zondagmiddag op veel plaatsen de zon toch behoorlijk gaat schijnen. Eventjes terug naar vanavond. Vanavond is het bewolkt, het vriest op veel plaatsen licht. In het zuidoosten van het land, daar ligt de temperatuur rond het vriespunt waarschijnlijk iets eronder. En dat heeft allemaal te maken met de opkomende zachte lucht behorend bij die storing van die vanuit Frankrijk nadert. Mogelijk dat er in het noorden van het land een beetje motsneeuw valt. En later op de avond kan er misschien in het zuidwesten ook een enkel vlokje gaan vallen. Vannacht dus in het noorden wat lokaal wat sneeuw. Uh, daar kan de sneeuw blijven liggen en kan het plaatselijk ook glad worden. In het midden en zuiden van het land klaart het voor de nieuwe storing toch een beetje op. Maar later in de nacht dan bereikt de nieuwe storing ons land waarna het uiteindelijk opnieuw gaat sneeuwen. De oostenwind die blijft matig. Voor het gevoel wordt het dan weer erg koud. En mogelijk kan het net als afgelopen ochtend in het noorden de gevoelstemperatuur uitkomen op misschien wel min 10 graden. Morgen trekt dan die sneeuwstoring over het land met de meeste sneeuw verwacht in het midden en zuiden van het land. Lokaal dus die 5 centimeter mogelijk. De temperatuur komt in de middag al ruim boven het vriespunt uit, waardoor de neerslag op sommige plaatsen overgaat in natte sneeuw of regen. Maar door die matige oostenwind kan het voor het gevoel gewoon blijven vriezen. De komende dagen. Op zondag nog altijd die winterse neerslag, wat in de loop van de dag wegtrekt, waarna de zon vaker gaat schijnen. Maar kijk eens naar maandag en dinsdag. Temperaturen ruim boven het vriespunt, nog altijd wel die matige oostenwind, waardoor het enigszins fris aanvoelt, maar wel volop de zon. De temperaturen voor volgende week. De dagelijkse gang is groot, dat betekent dat we te maken hebben met een open weertype, maar kijk eens naar woensdag en donderdag de temperatuur naar de dubbele cijfers en het weer zal ons meer doen denken aan voorjaar dan aan winter. Snachts kan het nog wel licht blijven vriezen, dus in de ochtend is een winterjas nog wel handig, maar smiddags dan lijkt het erop dat die winterjas in de zon er toch wel uit kan. Dankzij hoge druk blijft het de komende dagen toch behoorlijk droog. In het weekend uiteraard die neerslagkansen met mogelijk dus die sneeuwval op sommige plaatsen. Maar maandag, dinsdag en woensdag lijken volledig droge dagen te worden. En de kans op neerslag lijkt pas vanaf donderdag vrijdag echt toe te nemen. En in het weekend wordt de onzekerheid met oceaanstoringen groter. Maar dan lijkt ook de temperatuur ook in de nachten boven nul uit te gaan komen. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.